Zeg het maar. Welke is echt en welke is nep? Jasje van Driel is deskundig op het gebied van wapens. Die is toegestaan, die is verboden. Die is toegestaan, het is een echte, maar hij is toegestaan. Die is verboden. Hier hangt het vanaf of je lid bent van een bepaalde vereniging. Op de grond echte en nepwapens. Maar welke echt of nep is, het verschil is bijna niet te zien. En dit is de nepper, een balletjespistool. En dat valt onder de definitie van speelgoed, dus deze is vrij te koop in Nederland. Qua uiterlijk, op een paar meter afstand, een leek zal het verschil niet zien. En een politieman kan niet het risico nemen dat hij het zich vergist. En daarmee reageert Van Driel op de schietpartij in Doetinchem. Een man die op straat zwaait met een pistool is een gevaar. Zo leert de politie dat ook. Als wij van tevoren niet weten met wat voor wapen we te maken hebben, dan volgen we de procedure die daarvoor staat. En dat betekent gewoon dat we altijd rekening houden met een echt vuurwapen. En pas later kunnen wij vaststellen of het ook daadwerkelijk de juiste keuze is geweest. Een algeheel verbod op nepwapens is onhaalbaar. Van Driel pleit ervoor om het onder te brengen in een wet die valse bommeldingen verbiedt. Iemand loopt de bank binnen met een plastic tasje en roept hier zit een bom in en krijgt de kas mee. Die is strafbaar ondanks het feit dat hij geen wapen heeft. De dreiging alleen is genoeg. Dat zou hiermee ook kunnen. Het is dan een misdrijf en dat kan je op die manier aanpakken. Want op het moment dat iemand werkelijk ermee gaat dreigen, dat is veel makkelijker vast te stellen dan ik heb hier een voorwerp en lijkt dit nou wel of niet op een vuurwapen.